heb hier op schaal heb ik een spand nagemaakt. En het, als je in oude huizen komt, dan zou je dat wel herkennen. Dit is een opnieuw verbeterde Hollands spand, als ik het goed heb. En daar zit er dus zo'n constructie aan dat spanbeen dat drukt naar buiten. En hier zit een muur met een muurplaat erop waar de goot aan hangt. Nou is dat zo dat als die spanbeen direct op die muur rust en al die vracht van die wat erop zit aan pannen en wat het moet hebben, die gaat dus dat naar buiten drukken en dat metselwerk kan dat niet hebben. Dus wat hebben ze gedacht? We maken hier een soort schoor naar de bindlaag toe. Kijk, hier heb ik ook een tussen twee binten ingemaakt, hebben we ook een extra stuk hout gemaakt. En dan rust die gedeeltelijk op de muur met die, dan ben ik de namen even vergeten, maar het heeft allemaal namen. En dus die voert de kracht af naar de bindlaag, gedeeltelijk, en gedeeltelijk naar die muur. Maar nou hebben ze, om de sterkte van het span te vergroten, hebben ze hier dus een hanenbalk of een trekbalk. Nou was ik daar verward over. Als je nou kijkt, want de kracht zal niet hier vandaan gaan drukken, boven vanaf de nok, want daar heb je niks. De vracht zit hier en dat wordt verspreid over deze spanbeen. Dus dat spanbeen dat mag niet doorbuigen van de vracht. Dus hij rust hier tegenaan en hij rust hier. Dus dan zou hij kunnen doorbuigen. Dat mag natuurlijk niet. Dus de vracht die hij heeft, die wordt hier afgevoerd naar die muur. En dan zou dat spand kunnen uitspatten. Die muur wordt omgedrukt, want die kan die trekkracht niet hebben. Die kan wel drukkracht hebben, muur, maar niet trekkracht. Dus dan gaat die omgeduwd worden. En dus dan hebben ze de kracht afgevoerd via die kreupele stijl. En soms met schoren hier nog erin, extra. En dan wordt die kracht naar die vloerbinten afgevoerd. Dus niet naar de muur. En gedeeltelijk dan een beetje. Maar die blokkeel heet dat, geloof ik, als ik het goed heb. Die zit in de muur en die voert die kracht van deze ook weer af naar deze. Dus het is een hele krachtige constructie. Maar dat is, ik denk vanaf 1900 zo'n beetje. En toen gingen ze dat allemaal niet uitrekenen. Dat was meer op ervaring. En ik zie wel eens, ik weet bij iemand, dan ga ik het even fotograferen, dat dit helemaal los zit. Nou denk ik, er wordt wel eens als een trekbalk gezien, dat die moet trekken aan deze twee, dat ze bij elkaar blijven. Maar je kan het ook als een drukbalk zien. Want als deze vracht op staat, dat hij erop gaat drukken. Maar ik heb wel eens bij iemand gezien, er zat dit helemaal los. Dus nou vraag ik me af, wat is daar nou de functie van deze? Het lijkt logisch, maar ik weet het niet. Ik ga een proefje maken. Ik ga gewoon met een paar racheltjes, ga ik op duwen. Kijken welke kant die kracht op gaat. We gaan het spand, gaan we met een proefje. Met twee gordingen. Hier met een lijmklemmetje van boven vast. En dan kan je je voorstellen, als dit gaat drukken, en dan kan het uit elkaar. Dus als je hier een kreupele balk maakt naar je bindlaag en een blokkeel horizontaal, dat het één geheel wordt, dan wordt het een knooppunt en je kan nooit die muur omdrukken die ernaast zit. Dus die staat vast. Die staat vast. En als dit vrij licht is, dan kan je tegen het doorbuigen in, kan je deze als drukbalk ertussen maken. Wil je dat nou niet, je moet er steeds onderdoor lopen, je stoot je hoofd. Dan kan je ook denken, we maken deze spanbeen voldoende hoog, die verhoog je, waardoor de doorbuiging weggenomen wordt. En dan kan je hier eventueel nog een driehoek maken voor de zekerheid. Maar volgens mij is dat niet nodig als er zo'n kreupele
balk met een blokkeel erin zit. En die drukt die muur nooit om. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in de praktijk. Altijd als er over die naadjes heen geverfd wordt, zie je nooit sporen van dat het spand zich verplaatst heeft. Dat zie je nooit. Of het nou een lichtspand is, of een groot of een klein spand. Ik heb dat nog nooit gezien. Laatst heb ik er eentje gezien. Dan zat hier tussen eentje gemaakt. En er zaten hele kieren tussen. Volgens mij diende dat helemaal niks. Nou, als je dat goed verankert en het zit op die bindlaag. En die bindlaag is goed. Dan kan die niet de muur omdrukken. Dan kan die zo staan. Als een driehoek. Want dan is het gewoon een driehoek geworden. En dit kan niet verplaatst worden. Dus kan je deze weghalen. En als je denkt dat dit te licht is, dat dat gaat doorbuigen, dan moet je deze verhogen. Dat zijn mijn inzichten.